Woningstichting Leusden zet in op een prettig woonklimaat in Leusden, voor nu en in de toekomst. Maar draagt ook het lokale sportklimaat een warm hart toe. Leusden is ondernemend. Leusden is sportief. En dat gaat heel goed samen. Ik ben Heinze Bakker en woon net als de meeste van u in Leusden. Een mooie gemeente om in te wonen, te werken, te sporten. Een dynamische gemeente ook, waar nu wordt gebouwd aan de bedrijfs- en woonoplossingen van morgen. Zoals hier aan de rand van het Vliet, waar de woningstichting twee markante woontorens laat verrijzen. Het laat zien dat het bij ons in Leusden niet enkel bij mooie plannen blijft, maar dat ze ook worden uitgevoerd. Achter elke succesvolle club, sportman of sportvrouw, staat een bijzondere groep mensen, de sportvrijwilligers. Zonder hun belangeloze inzet zou sporten in Leusden onbetaalbaar zijn. Wist u dat Leusden ruim 11.000 actieve sporters stelt? Die zijn georganiseerd in 44 sportverenigingen en clubs. En wat de prestaties betreft, in Leusden woont een aantal Nederlandse en zelfs wereldkampioenen. Zonder sportvrijwilligers geen bardiensten, geen competitieschema's, toernooien of up-to-date clubwebsites. Zonder de vrijwilligers geen sport. Speciaal voor al die mannen en vrouwen die zich vrijwillig inzetten voor hun sportclub, maar zelfs zo weinig op de voorgrond treden, is deze prijs in het leven geroepen. Uit de vele honderden sportvrijwilligers kiezen we vanavond één sportvrijwilliger van het jaar. Namens Woningstichting Leusden vraag ik een warm applaus voor Carina van Holst-Pelikaan.